Dankjewel. Afgelopen zaterdag praatte ik met de Noordzee. Ik praatte met de Noordzee. Ik praatte niet tegen de zee, nee, ik sprak met haar. Noordzee, hoe kan de mens zich minder belangrijk maken, vroeg ik. En de Noordzee sprak. Voelen is een voordeel. Aanraden in de stroom te staan, dat is gewoon fundamenteel. Waarom mensen voor de eeuwigheid beter een steen tevreden krijgen? Ik zat in een nest gemaakt van visnetten, oude visnetten. En dat nest van visnetten stond in een museum in Leiden, de Lakenhal. En de Noordzee die met mij sprak, sprak tot mij dankzij een kunstwerk van Arita Baaiens. Een kunstenares die een manier heeft ontwikkeld om ons te laten praten met onder andere de zee. Via artificial intelligence, maar vooral via heel erg veel verbeelding. Je zit in de visnetten, je spreekt tegen de zee en tegenover je op de muur wordt het antwoord van de zee geprojecteerd. Ik vond het verwarrend, ik vond het ontroerend, omdat het me heel even liet voelen hoe het zou zijn als de zee inderdaad een stem zou hebben. Als de Noordzee kon praten, als de Noordzee mee kon praten. En dat deed me denken aan al die andere stemlozen. Want niet alleen de zeeën en de rivieren en de bossen en de koraalriffen zijn stemloos. Ook de toekomstige generaties hebben nog geen stem. En dat deed mij denken aan de Iroquois, de oorspronkelijke inwoners van Noord-Amerika en Zuid-Canada, die bij iedere beslissing die zij als stam namen, te raden gingen bij 7 toekomstige generaties. En aan hen vroegen of deze beslissing de juiste was en hoe ze het wellicht beter konden doen. Dat idee van aan volgende generaties vragen wat een juiste beslissing zou zijn, is opgepakt door theatermaakster Lotte van den Berg. Die mensen uitnodigt om precies die generaties zich voor te stellen. Ik deed ooit mee aan een workshop die zij organiseerde, waarbij ik, geef ik eerlijk toe, in eerste instantie dacht, moet dit nou serieus? Moet ik echt me gaan voorstellen hoe iemand in 2135 gaat nadenken over een keuze die wij nu moeten maken? Ik voelde veel weerstand, veel skepsis. Maar Lotte van den Berg nodigde ons uit om allemaal op een streep te gaan staan. En iedere streep vertegenwoordigde 1 generatie. En door vragen te stellen, door met elkaar in gesprek te gaan, voelde ik inderdaad op een gegeven moment dat ik kon nadenken over hoe het zou zijn om in 2135 terug te kijken op onze huidige tijd. En dat gaf een totale kanteling van mijn perspectief over waar we nu in zaten, over de periode waar we nu in zaten, de problemen waar we voor stonden, wat belangrijk is, wat echt veel minder belangrijk is. En de enorme weerstand en de skepsis die ik van tevoren had gevoeld, vloeide eigenlijk weg en maakte plaats voor een soort inzicht, begrip in ieder geval. Het voelde als een mentale transitie. En over mentale transities, daarover schrijft ook Jan Rotmans in zijn boek Omarm de chaos. Want die mentale transitie is nodig eigenlijk voor iedere andere transitie die hij in zijn boek beschrijft. Of het nou de landbouwtransitie is, de transitie van onderwijs, van zorg, van financiën. Al die transities hebben ook een mentale transitie nodig om ze tot een succes te kunnen maken. Mentale transitie van ons als individu, maar ook een mentale transitie van ons als samenleving. We hebben daarvoor een nieuw verhaal nodig. Een groot verhaal, zoals vanavond ook al werd opgemerkt. En in een van de laatste hoofdstukken van het boek geeft Jan Rotmans aan, om die mentale transitie te kunnen maken, moeten we een reis naar binnen maken. En zo'n reis naar binnen is natuurlijk een heel goed startpunt.
jezelf induiken, echt onderduiken in je eigen vragen, in je eigen onzekerheden. Jezelf vragen stellen, zoeken naar wat voor jou belangrijk is. Maar daar moet het uiteraard niet bij blijven. Die reis naar binnen zou, als je het aan mij zou vragen, slechts het begin moeten zijn. Ja, je moet jezelf induiken, maar zwem daarna vooral ook weer naar boven en kijk om je heen. Zorg dat je niet in navelstaarderij belandt. Durf voorbij jezelf te kijken, voorbij je eigen land, voorbij je eigen tijd. En daarvoor hebben we inderdaad die mentale transitie nodig. Ik denk dat we naar een mondiale mentaliteit moeten. Een mondiale mentaliteit durft verder te kijken dan het eigen ik, dan je eigen land, dan je eigen tijd. Iemand die dat heel mooi verwoord heeft, is de Amerikaanse futuroloog Richard Buckminster Fuller. Hij schreef een boek getiteld Ruimteschip Aarde, waarin hij ons als mensheid eigenlijk oproept om op een mondiale manier naar de wereld te kijken. Om te kijken naar de wereld alsof het een ruimteschip is waar wij met z'n allen als bemanning aan boord zijn. En we hebben niets anders dan dat ruimteschip. Alleen maar onze planeet Aarde, daar moeten we het mee doen. Als er iets kapot gaat, moeten we het fixen met wat we op die aarde hebben. Er is geen planeet B. En op dat ruimteschip Aarde, daar zijn wij allemaal astronauten. We zijn allemaal onderdeel van dezelfde crew. Maar ook mede-astronauten zijn de dieren, de rivieren, de bossen, de zeekoralen met wie wij dit ruimteschip delen. Die mondiale mentaliteit hebben we nodig als we al deze transities willen laten slagen. Daarom zou ik heel graag willen voorstellen om nog een transitie toe te voegen. Namelijk een transitie van de verbeelding. We hebben een transitie van de verbeelding nodig om ook de lange termijn te doorvoelen. Om ook de levens aan de andere kant van de wereld te doorvoelen. Om ook de natuur te kunnen doorvoelen. En gelukkig zijn er al heel veel voorbeelden van kunstenaars die mondiale mentaliteit hebben. Die al begonnen zijn met die transitie van de verbeelding. Arita Baijens, die ik noemde, is er zeker één. Lotte van den Berg is er zeker ook één. Maar bijvoorbeeld iemand als de Cameroense schrijfster Imbolo Mbou, die het prachtige boek Hoe mooi wij waren schreef over een klein Afrikaans dorp dat het opnam tegen een destructieve oliemaatschappij. Of denk aan iemand als Kim Stanley Robinson, Amerikaanse auteur, die het boek The Ministry for the Future schreef, die ook daarmee onze mentale, mondiale mentaliteit wakker probeert te kussen en ons probeert te laten nadenken over hoe het zou zijn als we inderdaad ook durven nadenken over toekomstige generaties. Of het architectenbureau in Yogyakarta dat Architect Communitas heet. En dat niet zomaar nieuwe huizen, nieuwe gebouwen ontwikkelt, maar daarvoor samenwerkt met de community, met de gemeenschap, de wijk waar ze gaan bouwen. Al die kunstenaars, deze denkers zijn onderdeel van die transitie van verbeelding die we zo hard nodig hebben om een mondiale mentaliteit te krijgen. En gelukkig is die mondiale mentaliteit al aan het ontwikkelen. Afgelopen week eindigde de Global Assembly, waar willekeurige wereldbewoners met elkaar spraken over de toekomst van de planeet. Samen schreven ze een nieuw verhaal. En laten we dat nou voor Nederland ook doen. Als we inderdaad een nieuw groot verhaal nodig hebben, laten we dat dan alsjeblieft samenschrijven. Laten we burgerberaden organiseren en als samenleving nadenken over hoe die toekomst van Nederland eruit zou moeten zien. Hoe Nederland zich zou kunnen verhouden ten opzichte van de rest van de wereld, ten opzichte van de natuur, ten opzichte van toekomstige generaties. En over welke stukken van Nederland we zouden moeten behouden. Laten we alsjeblieft vandaag nog beginnen en ons laten inspireren door de vele kunstenaars die al dat toekomstperspectief aan ons duidelijk maken. Laten we allemaal
een transitie van de verbeelding ingaan. Laten we allemaal een beetje kunstenaar worden en laten we samen het grote verhaal voor de toekomst schrijven. Dankjewel, Eva.